Ik heb begrepen dat uw molen genomineerd is. Juist, en om als een alternatief voor de sponsoring hebben we ons laten nomineren bij de Hollandse Molen. En gelukkig zijn we genomineerd. Dat betekent dat we een prijsvraag kunnen winnen. Dan die prijsvraag kunnen we alleen winnen dat alle Almeloers op onze molen gaan stemmen. Naar het internetadres. Want uw stem levert ons sowieso 1 euro op. En als we de hoofdprijs winnen, dan hebben wij 75.000 euro. En dan kunnen we die schuur mooi afbouwen. Dan hebben we wat bereikt voor de gemeenschap van Almelo. Wat hoopt u zelf? Wat ik zelf hoop is dat we de meeste stemmen in Nederland krijgen. En misschien is dat wel meer dan 11.000. Het is natuurlijk een gruwelijke aanpak. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die stemmen wel halen. Want zo ik tot nu toe onze mensen die ik tegenkom ervaar, is dat ze altijd enthousiast reageren. Wij moeten die prijs in Almelo hebben. Wij moeten die schuur bouwen hier bij de molen. Dat is ons doel. Aan welke criteria moest u als molen voldoen om mee te doen? Als ik even terugga naar de voorbereiding die u getroffen hebt om die nominatie binnen te halen, dan moet ik zeggen dat we een ongelooflijke aanvraag hebben verzonnen met elkaar. Eén die maakt het concept. En dan met z'n allen lazen we dat door of we dat voldoende vonden om aan onze voorschriften te voldoen. Molen de Hoop is min of meer het kroonjuweel van Almelo. Klopt. Eigenlijk zou iedere Almeloer dus een stem moeten uitbrengen op de molen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Als die stemmen uitgebracht worden, die worden geteld. En als we de meeste hebben, hebben we die prijs van 75.000 euro. En dan kunnen we verder. Hoe schat u uw concurrentie in? Probeert u het eens? Nou ja, ik zal het eens proberen. Kijk, Almelo is een grote stad. En er zijn veel mensen. En als ik nou de plaatsen, Renkum en de Friese plaatsje zie, hoe heet het ook weer, Elst. Ja, die moeten ongelooflijk aan de bak om ook stemmen te halen. En ik denk dat we dat met Almelo kunnen redden. Stel, u wint de eerste prijs. Wat houdt dat dan allemaal in? Stel, we winnen die eerste prijs. Dan ontvangen we 75.000 euro. En die 75.000 euro die komt geheel ter beschikking van die molen. Want die molen, daar gaat het om. Dan hebben we ruimte voor onze vrijwilligers. Ruimte voor molenaars. En sterker nog, we kunnen leuke scholen, basisscholen ontvangen en die goed kunnen informeren. Want alles komt er dan, erop en eraan. En misschien wilt u nog wel een oproep doen? Wij gaan door het vuur voor onze molenschuur.